Erik, succes. Jeroen, je mag iets moois met cookies gaan maken. Nou, Kim, komt voor jou. Zo. Ja. De tarbot. Kijk hoe mooi. Die langoustines moet je denk ik ook wel doen. Ja. Trek. Succes. Dankjewel. Hop jongens, we gaan jammen. We gaan toffe vette nieuwe gerechten maken. Ja? Elk nieuw seizoen bellen onze leveranciers op en vragen of hun de nieuwste en de beste producten hebben wat op dit moment verkrijgbaar is. En dan pakken we een moment uit dat we gaan jammen en uiteindelijk komen we daar de mooiste gerechten uit. Eigenlijk vrij eenvoudig. Je pakt de veren van boven naar beneden toe en je trekt eigenlijk zo de veertjes af. En als ik het zoals ik het nou doe, gaat het eigenlijk vrij snel. Wat in mijn hoofd rondgaat als ik Wim zie bezig zijn met de patrijs, hoe hij bezig is met zijn product waar ik uiteindelijk mee ga werken. Je kunt niks beters en verser krijgen als je polier en een beetje schoonmaakt. Het gerecht was patrijs, gebakken op karkas. De boutjes hadden we confijt en de jus hebben gemaakt van het karkas. Gebakken eendenleven zit erbij, wat groene kool en pastinaak. Het signatuurgerecht is een combinatie van paling met varkenshiel. 3 jaar geleden ook een wedstrijd gewonnen met varkensvlees. Sindsdien serveren we eigenlijk altijd een gerecht met varkensvlees. En dit gerecht hebben we gecombineerd samen met de paling. Met aardse smaken van de knolraap. En een klassiek gerecht paling in het groen, daar zitten paling kruiden zitten erin. Het gerecht van de coquilles is een van onze gerechten van Menu de Menaar. Waar we heel erg trots op zijn. Een heel klassiek gerecht met bloemkool, mooie coquilles, verse truffel en Beau Blanc saus. Ik heb vaak een idee. En dan heb ik 2 jongens die graag siliconenmallen maken voor ons. En nou hebben we een mal gemaakt van de schelpen. En daar baseer ik een gerecht op mee. Verse mooie wilde garnalen, Hollandse garnalen. Dat hebben we gebruikt in dit gerecht. En daarvan de schalen hebben we ook weer een mooie bouillon van getrokken en daar een mousse van gemaakt in combinatie met passievrucht. De pre-dessert voor kaas, als mensen kaas bestellen, hebben we een amuse gemaakt. Op een muizenklem gepresenteerd met gestampte muisjes. En de gestampte muisjes is blauw schimmelkaas. Mijn doel aankomende jaren is Monaar nog meer op de kaart te zetten. En wat het belangrijkste is, onze gasten elke dag blij te maken met de mooie producten waar wij elke dag mee bezig zijn.